kijk, ik vind het leuk om te doen wat jullie leuk vinden. Dus als je zegt, ik vind het een heel tof gebouw, dan gaan we daarheen. Hey, en wat jullie ook doen, je kijkt niet in de camera. Dus ik wil dat jullie contact maken met elkaar, want dat is veel leuker. Yes, kom maar naar mij gelopen. Yes. We hebben elkaar leren kennen op een jongerenvakantie in het jaar 2000. En we gingen naar de Provence op een fietsvakantie. Dus daar is wel de kiem gelegd van onze relatie. Ja, ja klopt, ja. Ja. Ik vond Geert gewoon een hele vrolijke, leuke jongen. Die ook gewoon echt wel heel eerlijk was en oprecht. Dat voelde heel veilig. En dat was voor mij eigenlijk denk ik wel de belangrijkste reden om met jou verder te gaan. Ja. En dat is gebleken, want we zijn nog steeds bij elkaar. We houden heel veel van elkaar. Ja. Jullie lijken toch wel op elkaar, hoor. Hey. Wat is een positieve karaktereigenschap van Geert? Nou ja, zijn vrolijkheid, maar ook zijn altijd zijn positieve kijk op mensen. Barbara is altijd heel erg betrokken, zorgvuldig en oprecht geïnteresseerd in mensen. En ook wel dat hij te positief is, dat als hij zegt als je naar Ermelo wil rijden, dan ben je in 20 minuten. Nou, dat is nooit zo, want je hebt een half uur nodig. Dus, en in zulke soort dingen is hij altijd heel positief, waardoor we hem eigenlijk altijd met de korreltjes zout nemen. Dat is het gevolg daarvan. Ja. Ik zeg niks. En niet allemaal op het hekje zitten. En minder positieve eigenschappen? Dat je soms iets te veel beren op de weg zit. En waar ik denk van nou, dat komt wel goed. Ja. Ja, daarom is het juiste midden. Hè? Je moet het juiste midden zoeken. En daarin helpen we elkaar toch een beetje. Ik help Geert een beetje reëel te blijven. En hij helpt mij soms een beetje ergens weer doorheen te komen. Ja, ja. Denk ik toch? Ja, ja, we vullen elkaar goed aan. We krijgen nu extra hulp in de middag met de lunch en voor het koken, zodat als Barbara thuis komt uit haar werk, dat er dan een maaltijd klaar staat. Ja. Ja, en het liefst doe je alles natuurlijk zelf alleen, maar ja, dat lukt niet meer. Stomme bril. Even kijken, Geert, dat hij er goed uitkomt. Ja. 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 En ik merk ook voor de kinderen is het soms wel even wennen. Als er andere mensen zijn. Dat de kinderen snel naar boven gingen als ze thuis kwamen. In plaats van dat ze nog even beneden bleven plakken. Dan besef ze ook meer dat ik hulp nodig heb. Nou, dat is gezellig. Romantisch. Nou, hè. En jij mag wel naar de kamer. Een beetje zo naar mij kwam. Ja, precies. Een beetje geven en nemen natuurlijk. Kom je in de zee. Ik kan Bouwers hand niet meer vastpakken. En nu pakt ze mijn hand af en toe nog wel, of mijn arm. Maar ja, dat is toch anders. Dus voelt een beetje als een dode hand. Want er zit geen kracht meer in. Je kroelt graag nog even lekker tegen me aan als het in het weekend 's ochtends wat langer liggen. Ja. Dan moet ik eigenlijk jou handen en ik moet jou helpen. Ja. En dat is, dat is heel ingewikkeld en daar heb je niet altijd zin in. En nou, dan hebben we ook wel eens een beetje boeien met elkaar. Ja. Dat het omdat je moet afstemmen van gezeur altijd. En, dus die geborgenheid zoeken we wel met elkaar, maar dat zal nooit meer hetzelfde zijn. Nee. Dus dat is wel een stuk rouwproces en ook weer opnieuw zoeken naar elkaar. Van hoe doe je dat dan wel? Hoe zoek je elkaar? Vorige keer hebben we je kracht gemeten, je ademhalingsfunctie. Eigenlijk wilde ik dat nu herhalen om te kijken hoe het veranderd is in tijd. Op jouw moment diep in en hard. En hard uit. Goed zo. Uit. Kom op. Goed zo. En adem door. En dan ben je klaar. Nou, ik ben van de week weer naar het UMC geweest voor een krachtmeting. Nou, ik schrok enorm, want ik was erg achteruit gegaan.
Ik ben afgelopen 7 maanden 7 kilo kwijtgeraakt, ja, qua kracht. Dat is kilo per maand. Zelfde procedure. Ja. Diep in, kom op! En uit. Goed zo. Nou, het voelde net een beetje als opnieuw weer die diagnose een beetje kreeg. Van, nou, die armen zijn natuurlijk eerst achteruit gegaan. En het lijkt nu net of die spiergroep van de benen, of ze opnieuw gepakt zijn, zeg maar, door die aanles. Je hebt wel eerste tekenen van dat je dus wat harder moet werken als je ligt. Dus dat betekent dat je middenrif wat zwakte vertoont. Mm-hmm. En de middenrif is eigenlijk de belangrijkste inademhalingsspier. Mijn longfunctie was ook achteruit gegaan. Ik was 1 liter kwijtgeraakt ten opzichte van de vorige meting. Bouw op. Maximaal, kom op. Heel goed. Heel goed. Het proces gaat door. Ja, straks lig ik hier en dan werkt mijn benen niet meer. Mijn longfunctie is dan weg. Dan ben ik echt totaal afhankelijk van anderen. En dat gevoel dat maakt me machteloos en beangst echt heel veel. Ja. Kan je me nog een kus geven? Knuffel. Kus. Ik denk dat jij makkelijker zegt, ik hou van jou, dat je dat vaker zegt. Ja. Ik zeg dat ook wel, maar jij zegt dat heel vaak. Ja, vroeger zeiden we, maar ik wil 86 met je worden. Hè? Ja. 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 Ja, dat zei jij heel vaak, ja. Hè? Ja. Nee, maar, en dat zeggen we niet meer, want dat is een beetje een beetje gekke zin. Een beetje gek nu, ja. Hè? Ja. Ja. En wat zeg je nu? Ik hou van je. Ja. Meer in het hier en nu. Ja. Dan kijk ik niet zo ver vooruit. Hè? Nee. Het is een beetje zo staan. Ja, zo ja. Goed zo. Het is net klei, hè, kinderen? We leggen momenten vast, omdat ik ben natuurlijk ziek. En nu ben ik nog redelijk mobiel, zeg maar, ook met mijn benen enzovoort. Dus ik wil toch proberen dat soort momenten ook vast te leggen. Zoals ik nu ben, herinneren ze mij. En ik had laatst ook een gesprek met Kars. En die zei, ik weet eigenlijk niet meer goed hoe je was voordat je normaal, althans hoe je gezond was. Dus hij kent mij eigenlijk het meeste nog. Dat mijn armen niet functioneren, dat ik hulp nodig heb. En eigenlijk wilde ik dat niet. Het doet wel pijn. Want je wilt toch herinnerd worden als gewoon papa en niet als papa met. Ik denk dat het goed zou zijn om bij de fysio te streven naar een hartslag van 120 slagen per minuut. Mm-hmm. Fiets is eigenlijk een heel goed middel om je hart een beetje aan te jagen. Ja. En het is ook lekker om eventjes het hele systeem aan te zetten. Ja. Omdat je eigenlijk nu in je gewone leven daar niet aan toe komt. Mm. Terwijl het systeem het wel kan. Je lichaam kan die inspanning nog aan. De ademhaling, die gaat toch wel echt achteruit. En met name, ja, nu wordt het allemaal serieus om na te denken over beademing. Aan de ene kant heb je natuurlijk de nachtbeademing. Dat is, zoals ik het nu zie, wel te overzien. Maar aan de andere kant, als je de intensieve beademing, dan komt een slangetje in je keel. Ja, het is 24-7 moet je dan, hebben we iemand in de buurt nodig. Of Barbara moet dat gaan doen, of iemand van de thuiszorg. Maar beangst me wel en ik denk van, dit wil ik dit? Maar om nou te zeggen van, ik zie nu dat mijn longen minder worden, dus ik wil er nu al mee stoppen, dat zeg ik niet. Ik zeg wel, in hoeverre moet je blijven rekken. Ik ga een lepel pakken. Hoe gaat het nu met mij? Dat is een vraag die regelmatig gesteld wordt. En ik vind het een lastige vraag. Ik voel dat ik me eigenlijk altijd moet verantwoorden. Hoe gaat het? En de mensen willen eigenlijk horen, oh, het gaat wel slechter met jou. Hè? Of ik zie eigenlijk dat het helemaal niet slechter gaat. Dus mensen vullen het zo gauw in. Welke vraag kun je dan wel stellen? Nou, ik denk dat het ook een goede vraag is van, wat houdt je bezig? En dan kan ik zelf invullen welke kant ik op ga. Dan kan ik het over mijn werk hebben, kan ik het over de ALS hebben. Dan kan ik het over mijn tenen hebben die bijvoorbeeld net gestoten is. Of ik veel wat. Dan kan ik het over zelf kiezen waar ik het over heb. Aan het begin van de nacht ligt Geert altijd op zijn zij. En als je dan
halverwege, dan wil je vaak draaien, hè? Mm-hmm. En dan, dan worstel jij jezelf een beetje op je rug. En soms zit hij dan klem met zijn deken. Maar dan word ik daar wel wakker van en dan help ik jou. Hij heeft hier zijn arm dan liggen na het draaien. En dat voelt dan natuurlijk zwaar op zijn borst. Dus dan leg ik hem altijd hier neer. En dan deken weer lekker toedekken. Kussen goed. En dan slapen we weer verder. Hè? Zo doen we dat. Ja, ja. Ik denk dat we 3 tot 4 keer per nacht ongeveer wakker zijn even. Ja. En dan gelukkig slapen we heel snel weer in. Dus dat scheelt een hoop. Op 5 april 2002 zijn we getrouwd. Nou, vooral die belofte in de kerk, dat je elkaar door dik en dun, door ziekte en gezondheid en door alle situaties in je leven heen trouw blijft. Dat bedenk ik wel heel vaak in deze tijd. Ja, dat is gewoon zo fijn dat dat zo is. Dat het niet afhangt van of je een keer een rotdag hebt of een periode die moeilijk is. Of nu dat jij ziek bent, dat dat daar niet van afhangt. Hoe doe ik dat? Dat is een keuze, dat is een besluit, dat is iets wat ik samen met God doe. Dat heb ik beloofd en dat doe ik. Ik kan me niet voorstellen dat ik dat zou verbreken, die belofte. Dat zou voor mij ook echt de grootste mislukking zijn als ik dat zou opgeven. Dat is niet iets omdat het even tegen zit, laat maar zitten. Ik heb een ander nodig of zo, zo werkt dat niet. En waarvan ik ook zeker weet dat Geert het andersom ook zou doen. En dat is zo'n veilige haven dat ik daar eigenlijk gewoon echt zeker van ben, ja. Door dik en dun maatjes, hè? Ja,